Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Beste broeders en zusters, welkom bij Stichting Najiba. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bij deze vraag hebben jullie om hulp. Het gaat om een Marokkaanse broeder, rahimallah, die niet verzekerd is, helaas. Deze broeder heeft ook geen familie in Nederland, maar heeft familie in Marokko. Alerte buren en vrienden hebben ons gebeld en gevraagd om te kunnen helpen. Deze meneer dacht verzekerd te zijn, maar is helaas niet verzekerd. Dit gebeurt dus heel vaak, al jarenlang, dat heel veel mensen, vooral Marokkaanse mensen die een Marokkaanse verzekering hebben, die dan zonder pardon uit de verzekering worden gegooid omdat er geen geld op de rekening zit. Ja, zo'n verzekering die belt jou ook niet op, die stuurt jou ook geen brief voor herinnering, maar die gooit je gewoon zonder pardon eruit. En je komt er pas achter wanneer je niet verzekerd bent, wanneer de nabestaanden bellen om te kijken of je verzekerd bent. Nou, dan wordt er gewoon doodleuk gezegd, je bent al 2 jaar eruit gegooid, of 3 jaar geleden ben je al eruit gegooid. En dit gebeurt wekelijks, gewoon echt wekelijks. Dus daarom mijn boodschap naar jullie is ook, controleer je verzekeringen, ook die van jullie ouders, Barkelovium. Want het is zonde dat je 40 jaar of 50 jaar lang voor niks hebt betaald. Geer, voor deze meneer willen we inzameling houden. Totale kosten 3100. We hebben nog €500 in het potje. Dat betekent dat we nog €2600 tekort komen. Dus 2600. Dus beste mensen, doneren we willen van Allah subhanahu wa ta'ala, ook al is het maar een euro. En de overlevering die ik vaak aanhaal van onze geliefde profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Wie moeilijkheden van een broeder of zussen verhelpt in het wereldse leven, Allah subhanahu wa ta'ala zal onze moeilijkheden verhelpen op de dag des oordeels. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala hiervoor om in aanmerking te komen. Allahumma amin. En de broeder zal ook een getuige voor ons zijn op de dag des oordeels dat we hem niet in de steek hebben gelaten. Geer inshallah, beste mensen, nogmaals. Controleer jullie verzekeringen, ook die van jullie ouders, want die hebben de ouderdom bereikt en die weten niet of ze nog geld op de rekening hebben of ze nog verzekerd zijn. Dus barakalofikum, kijk ook naar een verzekering gewoon in het land zelf. Bijvoorbeeld in Nederland, zoek het gewoon op via Google, want we maken dit wekelijks mee, echt wekelijks en jaren maken we dit mee, subhanallah. Geer, ik vind het verschrikkelijk dat ik het elke keer moet horen, maar ja, ik kan er niks aan doen. Maar ik kan wel een boodschap elke keer sturen en maken. Dit heb ik wel vaker gedaan en nu weer. Ga erachterna waar ik geloof ik kom. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.